Ja, daarom ben ik weggegaan. Revolutie. Weet je wat jij moet doen zometeen? Maar goed, klim naar boven en kijk in dat hoofd. Wij moeten afwachten wat morgen gebeurt. En dat zal ons de antwoorden geven die wij nodig hebben. Ik heb zo'n vegan pizza gevoel dat Rusland aan elkaar begint te donderen. Waarom was hij zo gemeen? Ik dacht dat Rusland ging om vrede en liefde en respect voor elkaar. Nieuw Rusland, niet Oud-Rusland. Echt waar? Ja, echt waar, ja. Maar jij zat ook bij Oud-Rusland. Ja, daarom ben ik weggegaan. Revolutie. Ken je dat? Wat betekent dat? Ik heb nog nooit die woord gehoord. Vooruitgaan. Welke kant op? De goeie. Maar er zijn zoveel kanten, Kinky. Ben je emotioneel, Kinky? Ik ben heel erg ontroerd door je woorden. Maar dat was jouw woord, Kinky. Je hebt het zelf gedaan, Kinky. Bedank jezelf. Je hoeft mij niet te bedanken, Kinky. Je hebt het in je eentje gedaan. Zelf. Ik heb niks toegevoegd aan het woord. Ik kwam helemaal uit jou. Wat zeg jij? Wat zeg jij, Kinky? Een revolutie of omwenteling is een plotselinge opstand van het volk. Die tot een blijvende politieke verandering leidt. Oké. Wat betekent omwenteling? Als om mee te beginnen. Omdraaien. Omdraaien welke kant op? 360 graden. Maar dat is een cirkel. En een cirkel heeft geen kanten, dus je kan nooit omdraaien naar de juiste kant. Jawel, als je aan de ene kant staat, kan je toch naar de andere kant? Heeft een cirkel kanten dan? Hoeveel kanten heeft een cirkel dan? Geef mij de wijze woorden, ik wil het ook leren. Jij bent de enige die het weet. Sommige dingen in het leven zijn moeilijk, hè, Kinky. Niet overal is een antwoord op. Maar je zei diamond armor. Zo makkelijk ben ik niet om te kopen, Kinky. Maar komt Pudding ook hier? Ja, maar hij is boos volgens mij, omdat ik hem... Daar binnen, die duiven! Waarom is Pudding boos? Ik heb hem gesnitcht. Ik moet even een bericht sturen naar hem. Waar heb je gesnitcht? Tegen Pascal. Waarom? Waarom heb je het gedaan? Omdat Pascal om aan het afzeiken was. Het is naar in Rusland. Maar waar komt hier die yoga school dan? Hier aan de overkant. Hier, kijk. Daar. Mm-hmm. Kan ik op de yoga school uitkijken. Wow. Glas. Ja. Dat het natuurlicht naar binnen komt, dat is beter voor je endorfine aanmaak. Ja. En die glas is natuurlijk ook om die idioten in de gaten te houden van die yoga school. Iedereen die yoga doet, kan je zo vanaf deze hoek zo begloeren. Moet ik... Die vergluren is gewoon kijken of ze geen rare dingen doen. Maar ze gaan rare dingen. Oh, yogaschool voor alleen dames. Ze gaan rare dingen doen, Kinky. Ze gaan rare dingen doen. Dat is wat ze doen bij yogaschool. Waarom zou je met de achterkant van je hoofd je billen willen aanraken? Wat is dat voor rare houding? Ik heb nog nooit een normale mens dat zien doen. Daarom doen ze dat toch stiekem in een yogaschool. Niemand wil dat toch zien? Precies. En als die yogaschool hier helemaal van glas is, dan zijn ze zo betrapt. Oké, ik wil iets bespreken met jou. Wat zijn de voorwaarden van Nieuw Rusland? Oh, je bedoelt wat jij krijgt? Ja. Eigen land, stuk land, en je vrij bent om te doen wat je wil, behalve je hogeschool beginnen, dat is belangrijk. Die komt hier aan de overkant natuurlijk. Precies, die hebben we al. Aha, oké. Okay. Netherite armor natuurlijk, toch? Toch, Netherite armor was ja, het? Ja, dat krijg je op den duur, ja. Nee, niet op den duur. Is heel duur. Ja, klopt. Is heel duur. Dat is goed, ja. Kinkje, wanneer men zich aanmeldt bij Nieuw-Rusland, wanneer krijgen zij hun Netherite armor? Als ze 2 weken lang hun diamond armor niet kwijt zijn geraakt. Oké, dus ze krijgen eerst diamond armor en daarna Netherite armor, duidelijk. Ja. Is Nieuw-Rusland een communistisch land of een kapitalistisch land? Democratisch. Richting... Half kapitalistisch. Half kapitalistisch, wat is de andere kapitalisme helft? Kapitalisme met een beheersing op de monopolie. En stel je voor hier zo aan de zuidkant, zo oost. Ik vind daar een stukje land.
Is de systeem net hetzelfde als in Rusland? Dus als jij iets bouwt, dan is het eigendom van Rusland? Of is het dan persoonlijk eigendom? Het staat in ons land, maar het is van jou. Oké, en als het niet in Noord-Rusland staat, dan heb je niks mee te maken? Nee, ik heb ook niks mee te maken met wat jij bouwt. Als jij hier wat bouwt, dan moet je zelf weten. Oké. Want bij Rusland is namelijk het probleem. Is als jij iets bouwt, maakt niet uit waar in de wereld, dan is het van Rusland. Ja, daar ben ik achter gekomen, ja. Blijkt zo te werken, ik weet ook niet hoe dat zit. Oké, de voorwaarden zijn duidelijk, ik ga nadenken. Oké, ik zou zeggen, slaap er een nacht over, dat is het belangrijke. Doe geen domme dingen, doe iets waar je spijt van krijgt. Ja. Ja, als je nee zegt, ben je natuurlijk wel die duim met de armen kwijt, dat zou jammer zijn. Wat? Ja, dat klopt. Goed verdomme. Ja, ik wil je niet overhalen of zo, maar... Nee, dat vind ik... Heel sterk, hè, duim. Wat zei je? Wat je nu aan hebt... Uh-huh. Dat is iron. Oké. Twee yoga-matten met vrouwen kun je ook kapot maken. Maar met diamond is berekend 52,3. Wow. Weet je wat ik vind zo mooi aan jou, Kinky? Jij bent gewoon eerlijk. Jij bent gewoon een eerlijke man. Jij probeert mij niet over te halen. Jij geeft gewoon om mijn veiligheid. Dat is het enige wat jou... Met feiten. Dat is echt wel iets om te respect voor te hebben. Hoe heeft Pascal jou overgehaald? Pascal wilde mij... Pascal... Hij was er niet eens. Hij was er niet. Hij zei, je moet eruit toen ik kwam daar. Toen moest ik van de broek afspringen. Echt waar? Ja, zie je dat? Ja, hij ja. Laat maar gebeuren en dan komt hij en dan denkt hij even met de ijzeren sikkel slaan. Heb je hem wel eens gezien zonder armor? Nog nooit. Ik weet niet eens of hij aan yoga doet. Een echte leider zou vertellen of hij aan yoga doet zonder dat er om wordt gevraagd. Ik doe niet aan yoga. Hier, ik vroeg het niet eens aan jou. En je vertelt het mij gewoon. Hoe kan dat nou? Doe ik raar, hè? Hoe kan ik in deze zooi verwikkeld zijn, Kinky? Hoe kan dat nou? Er was geen zooi. Er was niks aan de hand tot ik er klaar mee was. Ik ga de juiste keuze maken. Maar ik moet mijn gevoel volgen. Maar er is maar één juiste keuze. Wat is dat? Waarom niet? Het is alleen een keuze. Ben je onder de duim van de yogaschool? Een keuze kan alleen jouw keuze zijn. En jouw keuze is de juiste. Alleen die van jou. Dat zijn echt mooie woorden, Kinky. Een grote standbeeld gezien. Ja, ik heb gezien. Weet je wat jij moet doen zometeen, maar goed. Wat moet ik doen? Klim naar boven en kijk in dat hoofd. Ik heb daar ooit wat gezien. Ik kan daar niet over praten. Ik kan er niks meer over zeggen. Wat heb jij gezien, Kinky? Hou op. Zorm, ik moet douchen. Ik ben vies. Ga boven! Hoe kom ik je daar boven dan? Gebruik dit om naar boven te klimmen in het hoofd. En vanaf de oor is het dunst. Vanaf de oor kapot maken. Als die jeugd nou naar een yogaschool gaat, dan worden ze rustig, maar dan worden ze daarna nog gekker. Dat is wat ze willen dat je denkt. Dat je daar komt voor de roest. Het is een cirkel, maar je kan er niet meer uit. En dat bedoel ik met die 360 graden omwenteling. Die draait, die revolutie. 360 graden en de cirkel is rond. Het zijn de yogascholen die de revolutie hebben gemaakt. Misschien ben ik wel nep. En wat is een O in de yoga? De O? Oh. Is rond. Ik moet kijken, wat is in die oor? Waarom heeft hij maar één oor? In het oor. Oh nee. Oh nee, hij moet nog meer oor voor de yoga. Moet andere kind ook? Tegen die yoga klootjakje. Kinky. Heb ik het goed gedaan? Ben jij trots op me? Ben jij trots op mij, Kinky? Ik ben heel trots op jou. Dankjewel, Kinky. Je hebt mij echt een motivatie gegeven in het leven. Ik zag het allemaal niet meer zitten, totdat ik een belangrijke taak had. Toen jij tegen mij zei, kijk in het hoofd, was het alsof er weer een vonk aanging. Alsof er weer voer in mij was. En toen je zei... De leegte die in zijn hoofd zat. Die maakt jou kapot van binnen en nu de leegte weg is, is er ruimte in jouw hoofd vrijgekomen. Precies. De leegte in zijn hoofd was de leegte in mijn hart. Ja. Wij moeten afwachten wat morgen gebeurt. En dat zal ons de antwoorden geven die wij nodig hebben.